Hallo allemaal, wat leuk dat ik mijn presentatie hier mag houden. Mijn onderzoek heet de Diabetes Renaissance, omdat vroeger het aanpassen van voeding de enige manier was om je leven te verlengen na de diagnose diabetes type 1. Ik ben Amber Heineman en sinds augustus 2019 heb ik zelf diabetes type 1. Nou ja, gelukkig bestaat er tegenwoordig insuline, want insuline is een levensreddend medicijn. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Je lichaam maakt namelijk geen insuline meer aan, waardoor het suikergehalte in je bloed stijgt. De oplossing lijkt simpel. Meten, spuiten en dan kan je eten. Je berekent zelf je insuline en injecteert het vervolgens ook zelfstandig. Het is belangrijk dat je dit goed doet, want met de diagnose diabetes type 1 leef je gemiddeld 13 jaar korter en binnen de eerste 10 jaar na de diagnose kunnen er al complicaties optreden. Ook worden type 1 patiënten net als de rest van de samenleving getroffen door overgewicht, wat voor deze groep extra risicovol is. In de behandeling van diabetes is een vrije maaltijdkeuze leidend. Je kan eten wat je wilt, zolang je maar insuline spuit. Er is steeds betere technologie beschikbaar, die ook steeds meer wordt gebruikt. Het doel hiervan is om complicaties te voorkomen. Daarbij is het dus van belang dat je bloedsuikerwaarden binnen de streefwaarde blijven. Een te hoge bloedsuikerwaarde zorgt namelijk voor complicaties. De streefwaarden liggen echter al hoger dan gezonde waarden. Dit verruimde doel wordt echter slechts door 2 op de 10 mensen gehaald. De groep Type 1 Grid gebruikt naast medicatie ook voeding als methodiek om stabiele bloedsuikers te behalen. Onderzoek onder hun populatie toonde aan dat 97% van de deelnemers de streefwaarde haalden en dat ze gemiddeld zelfs een gezonde bloedsuikerwaarde realiseerden. Wat ik zojuist heb verteld is mijn theoretisch kader. Dit bracht mij tot de onderzoeksvraag: welke factoren beïnvloeden de intrinsieke motivatie van mensen met diabetes type 1 om hun zelfmanagement te ondersteunen met behulp van leefstijl? Ik startte met een literatuuronderzoek. De geschiedenis verklaart de huidige stand van zaken. Er is steeds betere technologie en toch staat de diabetespatiënt er slechter voor als je zou mogen verwachten. Met de komst van medicatie en technologie werden voedingsadviezen juist losgelaten. Dit terwijl onze voedingscultuur enorm veranderde. We eten frequenter en ongezonder. Er zijn onderzoeken die aantonen dat het veranderen van voeding helpt bij het realiseren van betere bloedsuikerwaardes. Deze onderzoeken kunnen echter niet worden meegenomen als bron bij het opstellen van richtlijnen. De onderzoeken voldoen namelijk niet aan de regels van deze richtlijnen. De regels zijn geschikt voor onderzoeken naar medicatie, maar niet voor onderzoek naar voeding. Nou, naast literatuuronderzoek heb ik ook gesproken met 7 zorgprofessionals. Ze benoemden dat naast de richtlijnen ook gebrek aan tijd, kennis en geld ervoor zorgen dat leefstijl in de spreekkamer nauwelijks ter sprake komt. Ze zeggen dat efficiëntere gespreksmethodieken kunnen helpen om ondanks deze obstakels leefstijl toch te bespreken. De 360 graden methode is zo'n gespreksmethodiek die ervoor kan zorgen dat de patiënt beter in beeld komt. Hierdoor kan je ook beter aansluiten bij de patiënt, waardoor leefstijladvies effectiever wordt. Om iemand te motiveren zijn elementen als bekwaamheid, autonomie en verwantschap van belang. Kennis is een vorm van bekwaamheid. Weten waarom en hoe je dingen doet bevordert de motivatie om het te blijven doen. Zodra je weet op welke wijze voeding je bloedsuiker beïnvloedt, kan je daar ook op gaan sturen. Technologie en data geven inzicht in je ziekteverloop. Dit geeft zowel jezelf als je arts kennis. Het kan een aanleiding zijn om leefstijl te bespreken en het zien van bijvoorbeeld gemeten verbetering kan een motivatie zijn om vol te houden. In het proces van leefstijlverandering is autonomie van groot belang. Mensen kunnen kennis vergaren, maar moeten vervolgens zelf bepalen hoe ze deze kennis gaan toepassen op hun leven. Daarbij kennen ze zichzelf het beste.
Daarnaast geeft het gevoel, geeft autonomie een gevoel van controle wat motiverend werkt. Het is belangrijk dat je je gesteund voelt. Ook al moet je het zelf doen, je arts en directe omgeving kunnen een positief steuntje in de rug zijn. Ook peer-to-peer educatie in supportgroepen kan erg motiveren omdat je je minder alleen voelt en van elkaar kan leren. Mijn enquête bevestigde over het algemeen alles wat de zorgprofessionals me vertelden. Daarbij toonde het iets extra's aan. Het liet namelijk zien dat mensen de minste steun vanuit de samenleving voelden. Dit zou mogelijk verklaard kunnen worden doordat de samenleving mensen constant confronteert met ongezonde voeding, terwijl ze zelf een andere keuze proberen te maken. Aan het einde van mijn onderzoek kan ik concluderen dat er vele lagen aan het herimplementeren van voeding in de behandeling van diabetes type 1 zitten. Het zal nog heel lang duren voordat het zorgsysteem verandert. Tot die tijd zal leefstijl een beweging van onderaf, dus vanuit de patiënt, blijven. Als we dit op korte termijn willen realiseren, is de patiënt informeren over leefstijl de meest voor de hand liggende oplossing. Daarbij is mijn advies om in de kinderzorg te beginnen. Hier is nog de meeste tijd en deze kinderen hebben de rest van hun leven hier baat van. Op lange termijn ontlast dit ook de volwassenzorg. Om mijn resultaten te verklaren heb ik een enquête in zowel het Engels als het Nederlands uitgezet. Ik plaatste deze in 8 verschillende Facebookgroepen, zodat ik een gemixt publiek zou bereiken. Het was heel leuk om te zien hoeveel reacties erop kwamen. 262 mensen hebben mijn enquête ingevuld. Ik heb veel interessante gesprekken in de comments mogen voeren, wat erg leuk was. Daarnaast heb ik gesproken met 7 verschillende zorgprofessionals. Het was geweldig om van hen te mogen leren. Iedereen was echt enorm enthousiast en betrokken, ondanks hun volle agenda's, wat ik enorm waardeer. Ik vind het geweldig om te merken dat dit PWS-onderzoek ook werkelijk een verschil maakt. Er zijn 2 artikelen over verschenen, waarna het aantal aanmeldingen voor de supportgroepen toenam. Daarnaast mag ik meerdere lezingen geven. Mijn advies, zodra je zelf een PWS-onderzoek begint, is: kies een onderwerp wat je interessant en belangrijk vindt. Onderschat niet wat voor positieve impact je kan hebben. Enorm bedankt voor jullie aandacht en heel veel succes met jullie eigen onderzoek. Heel veel succes met jullie eigen onderzoek. Nee, type 1, in ieder geval niet. Type 1 is auto-immuunziekte. Dat betekent dat je lichaam eigen cellen gaat aanvallen. Dus daardoor produceert je lichaam niet meer de goede stoffen om je voeding te verwerken. En daardoor moet je die uiteindelijk zelf gaan verdienen. Dus je hebt het verschil tussen type 1 en type 2. Dat type 2 wordt dus soms veroorzaakt ook door overgewicht. En daar komt het beeld vandaan dat het door te veel eten, maar ook zij hebben vaak ook een genetische aanleg. Is levensstijl alleen nog belangrijk bij diabetes type 1 of ook bij diabetes type 2?
waar beide van het zeven voordelen bieden. Bij type 1 is het momenteel minder gebruikelijk, dus wordt gezien als dit is een auto-immuunziekte. Maar ook daarbij, voor bij type 1 kun je niet medicatie vrij worden, bij type 2 is het vaak over de hoop. Omdat je daarbij zelf ook wel insuline aanmaakt, het verschil tussen type 1 en type 2. Daarbij is er nog kans dat je medicatie vrij komt. Bij type 1 zul je altijd medicatie nog blijven gebruiken, maar het kan veel gezondheidsvoordelen bieden, omdat het wel je cijfers zou moeten.